Denksporten bestaan officieel niet meer volgens het EU-hof, want die vinden bridgen, dammen en schaken bezigheden die een te verwaarloze lichamelijke component hebben en daarom niet meer worden beschouwd als sport. Naast de immense imagoschade die deze populaire denkactiviteiten hierdoor oplopen, zit er natuurlijk ook een niet te verwaarloze financiële component aan. Sportverenigingen genieten in Europa diverse belastingvoordelen, waaronder de vrijstelling van BTW over de contributie, wervingsactiviteiten en toegangskaarten voor wedstrijden. Denksportverenigingen kunnen nu dus niet langer van deze voordelen profiteren, al dus de volkskrant. In dezelfde krant las ik dat er in Nederland 150.000 mensen lid zijn van een denksportvereniging, zeg maar, de hele stad Arnhem achter een schaakbord. En die moeten nu dus allemaal zo'n 5 tot 10 euro extra betalen op jaarbasis, omdat de overheid schaken geen denksport meer vindt. En het ergste is misschien wel dat we er geen alternatief voor terugkrijgen. Want hoe moeten die clubs vanaf nu dan heten? Denkverenigingen? Denkactiviteitengroep? Club van Denk? Of Denkbezigheidstherapieën? Ik weet niet van jullie, maar ik denk aan een politieke partij en niet aan een groep mensen die geniepige en slimme spelletjes speelt om elkaar op de meest sluwe manier uit te schakelen. Als u betere alternatieven heeft voor de term denksport, hoor ik die graag, maar voordat we überhaupt naar alternatieven zoeken, is niet elke sport per definitie een denksport? En heeft dan naast de term denksport stiekem ook altijd de term doesport bestaan, waar ik niks van wist? En wanneer is het een het een en het ander het ander? Blijkbaar ligt de theoretische grens dus bij een te verwaarloze lichamelijke component. Ik herhaal. Het is dus de vraag of een sport een verwaarloosbaar lichamelijk component heeft voordat het een sport genoemd mag worden. En ik weet niet van jullie, maar als je het hebt over verwaarloosbare lichamelijke componenten, moet ik meteen denken aan darts. Een sport die volgens mij is bedacht door een groep dronken vrienden in een kroeg, die bedachten dat ze met kleine pijltjes, hele kleine vakjes moesten raken en degene die zo snel mogelijk het minst aantal punten haalde, won. Tenminste, daar heeft het wel alles schijn van als ik die grote bierbuiken zie die tijdens de wedstrijden een biertje drinken. Dan heb ik het over de spelers en niet over de supporters. En waar vinden al die wedstrijden plaats? Juist, in een kroeg. En zelfs dan zal ik blijven verdedigen dat elke sport, ja, ook darts, per definitie een denksport is. Ik zou zelfs willen verdedigen dat alles in het leven een denksport is: leven, liefhebben, lijden, alles. Dus in plaats van bridgen, dammen en schaken hun verzamelnaam en vooral hun bedrijf-economische voordelen af te pakken, beste overheid, ken de titel Denksport toe aan elke vorm van bestaan en vrijwaar ons allen van het betalen van belasting. Dat laatste is natuurlijk een grap, want, beste overheid, ook ik weet dat goede regels bedenken voor een grote groep mensen en zorgen dat zij zich als pionnen daaraan houden, naast het hebben van een mening als beroep, misschien wel de allermoeilijkste Denksport is die er bestaat.